Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister Ruimtelijke Ordening en Milieu zwaait af. Wetbeperking slacht vrouwelijke runderen moet veestapel gezond maken. Vereniging Particuliere Sociale Instellingen vraagt betrokkenheid. En installatie Presidentiële Commissie ter bestrijding corruptie. Minister Silvano Tjonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu is minister af. Hij heeft de leiding op donderdag 16 maart officieel overgedragen aan minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De arbeidsminister zal vanaf nu als ad interim fungeren voor het ministerie. Tjonahing blikt tevreden terug op het beleid gedurende zijn ambt als minister. Kijk mee naar het moment van overdracht. We hebben minister McAndrew die vandaag zal overnemen van mij op het ministerie. Minister McAndrew is bekend bij iedereen hier. Het is de bedoeling dat we het protocol van overdracht zullen ondertekenen, zo aanstonds. En met die handeling is dus de overdracht beklonken. Collega McAndrew, we hebben hier een vrij klein ministerie, het kleinste ministerie van alle ministeries. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de productie, de output, navenant klein is. Het is een ministerie gericht op de toekomst. U krijgt van ons een ministerie dat op dit moment nog niet is uitgegroeid tot een, zeg maar, helemaal ingevuld ministerie qua menskracht. Mm-hmm. Maar er is enorm veel werk verzet. En we zijn ervan overtuigd dat de staf die wordt overgedragen, die meegaat, dat die staf voldoende geëquipeerd is om het grote werk dat voor ons staat, om dat werk succesvol te kunnen uitvoeren. We zijn er trots op. We zijn trots op wat we tot op dit moment hebben kunnen doen. En we wensen u veel succes toe. Ik weet dat u dit ministerie als ad interim overneemt, maar het is nog niet duidelijk hoe lang dat duurt. We zullen natuurlijk zien wat de toekomst ons zal brengen. En maar we wensen u veel succes toe. En ik wil nogmaals benadrukken dat ondanks het feit dat we beseffen dat de directie en de staf voldoende op de hoogte zijn van de activiteiten op dit ministerie, zijn we altijd bereid om die ondersteuning te blijven geven. Er zijn een aantal zaken in train gezet door mijn collega. En het zal zaak zijn dan om in de komende periode die zaken op te volgen, zodat er toch wel sprake is van continuïteit van beleid en niet dat er hier wel vreemde dingen gaan gebeuren. Ja. Ik reken uiteraard ook op de ondersteuning van de directie, die weten wat er in place is, wat er moet gebeuren. En uiteraard, zoals hij zelf heeft aangegeven, reken ik ook op de medewerking van mijn collega, nog collega, omdat ik toch wel weet dat hij de nodige passie heeft voor het werk dat hij hier is begonnen. En ik weet zeker dat ik, als ik een beroep op hem doe, hij te alle tijden die ondersteuning zal bieden om ervoor te zorgen dragen dat wat hij hier is begonnen, voortgezet kan worden. De wetbeperking slacht vrouwelijke runderen is een van de randvoorwaarden om de rundveestapel in Suriname gezond te maken. Dit zei minister Parmanent Suudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij op dinsdag 14 maart 2023 bij de voortzetting van de behandeling van de relevante ontwerpwet in de Nationale Assemblée. Volgens de bewindsman moet de wet niet als een op zichzelf staande maatregel worden gezien, maar als de eerste stap tot het gezond maken van de Surinaamse rundveestapel. Onder uw hamer ligt behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels in zaken
de beperking van het slachten van runderen van het vrouwelijk geslacht. Zoals het genoemd wordt, wetbeperking slacht vrouwelijke runderen. Voorzitter, om de groei van onze rundveestapel te garanderen, is deze ontwerpwet beperking slacht vrouwelijke runderen een van de randvoorwaarden. Deze wet moet niet als een op zichzelf staande maatregel worden gezien, maar als de eerste stap tot het gezond maken van ons runderveestapel. Uit de statistieken van de afgelopen jaren, vanaf 2012 tot heden, kan worden geconcludeerd dat het aanbod van dieren voor de slacht drastisch is afgenomen. In 2012 waren dat 10.407 runderen, zoals de statistieken dat aanwijzen of dat wijzen. Dit is in 2021 gedaald tot 7.483. De slachtverhouding tussen mannelijke en vrouwelijk vee vertoont reeds enige tijd een stabiele trend van 50-50%. Deze verhouding van ten slacht aangeboden dieren duidt niet op groei van de kudde, maar op een geleidelijke afname. Voor het keren van het tij is het noodzakelijk om enkele randvoorwaarden te scheppen, waarbij de eerste is het reproductief deel van de lokale kudde in stand te houden. Deze randvoorwaarde krijgt invulling middels goedkeuring van het aangeboden wetsvoorstel. Tevens is het van belang dat wordt gewerkt aan graslandverbetering, omdat voor rund gras het hoofdvoedsel is, en het weer op gang brengen van de KI-diensten. Met betrekking tot het laatste punt is de directoraat Veeteelt reeds begonnen met het synchroniseren en insemineren van runderen op de staatsboerderij, welk in januari dit jaar begonnen is, en ook de verkoop van spermarietjes aan particuliere inseminatoren. In het verleden zijn er een aantal tractoren en andere equipment ter beschikking gesteld aan veehoudersorganisaties voor graslandverbetering, en tevens zijn er KI-trainingen voor particulieren gehouden in 2006 en 2016. In 2012 en 2022 zijn enkele drachtigheidsonderzoekstrainingen verzorgd door het directoraat Veeteelt, waarbij zowel veehouders als veetransporteurs waren getraind in het verrichten van drachtigheidsonderzoek. De Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen, VPSI, heeft tijdens een voorgesprek van de Nationale Dialoog gevraagd om de vereniging te betrekken bij de uitvoering van het beleid. President Santokki heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld en ook instructies gegeven, zodat andere overheidsinstanties die zich bezighouden met het sociaal beleid samenwerken met VPSI. Benadrukt is dat het overbruggen van de crisis effectief kan geschieden indien alle organisaties de handen ineens slaan om Suriname te halen uit het dal. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 15 maart 2023 op het kabinet van de president. De VPSI staat voor Vereniging Particulier Sociale Instellingen. Dat is een overkoepelend orgaan waarin alle bejaardentehuizen zitten, instellingen met een beperking, jeugdzorg, gemeenschapsontwikkeling. En deze doelgroepen hebben veel problemen. Hebben met veel problemen te maken. Dus ik heb gevraagd om nog meer bejaardentehuizen op te richten, op te zetten. We hebben gevraagd naar een stuk grond, want we willen ook eentje opzetten voor vegetariërs. En daar moet ook een oplossing komen. En wat u zei van oplossingsgericht, bijvoorbeeld, wij vergaderen bij Huizen Margriet. Wat Huizen Margriet doet, is de keuken die kookt voor de bewoners, maar die kookt ook voor mensen in de omgeving. Dus je kunt eten halen tegen democratische prijzen. En dat stel ik ook voor aan andere bejaardentehuizen. We hebben ook gesproken met de minister van LVV. In hoeverre zij tuinen kunnen aanleggen in onze bejaardentehuizen, in onze instellingen, ook de gehandicapte instellingen met een beperking. En dan kunnen ze zelfvoorzienend zijn. Dus het gaat om de motivatie die we wel willen hebben van LVV of van de regering. En waarbij de bewoners actiever betrokken worden. Zo willen wij bijvoorbeeld ook beginnen
om bewoners te stimuleren om meer handwerkdingetjes te maken. Tafelkleed of met een naaimachine bepaalde dingen te stikken, zodat het tehuis iets kan verdienen, maar ook de bewoner en het tehuis. En dan zijn we zelf redzaam. Wij hebben de president voorgesteld en gevraagd of de president samen met SAO en de minister van Volksgezondheid zo van die ziekenhuis, die ziekenverzorgsters trainingen kan verzorgen. Dat zijn korte trainingen. En die ziekenverzorgsters kunnen dan wel terecht in bejaardentehuizen. De mensen die afstuderen van COVAP, die zijn meer hoger opgeleid. En die mensen trekken weg naar het buitenland. Maar vroeger had je ook die trainingen van agogisch werk en zo. En de president gaat het weer oppakken. Die trainingen moeten wel verzorgd worden. Want onze doelgroepen moeten wel in deskundige handen zijn. En de president die gaat er naartoe werken dat SAO ingeschakeld wordt. En hij zal ook praten met de minister van Volksgezondheid. En ook kunnen wij on-the-job trainingen verzorgen met medewerking van de overheid. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op donderdag 16 maart 2023 een ontmoeting gehad met hoofdofficier van justitie, meester Carmen Rassam, directeur Ajay Kumar Munsi en andere functionarissen op zijn kabinet. De bedoeling van deze ontmoeting is om een traject in te zetten tot het installeren van een presidentiële commissie voor het bestrijden van corruptie. U hoort minister Amoksi van Justitie en Politie. Vandaag hebben we gesproken, ik was er als minister van Justitie en Politie, samen met de leden, de voorzitter en leden van de presidentiële commissie anticorruptie. En ook met de directeur van het kabinet van de president, meneer minister Munsi, hebben we gesproken over het traject om tot de installatie te komen van de Nationale Anticorruptiecommissie. U weet, er is al een bepaald traject afgelegd. Er zijn tot nu toe 8 mensen geïdentificeerd. Ze zijn allemaal ook door het proces gegaan om geselecteerd te worden, gescreend te worden. En ze zijn ook door de Nationale Assemblée bekrachtigd. Die kandidaten zijn bekrachtigd. Ondertussen heeft evenwel een van die kandidaten zich teruggetrokken. En die persoon, waarschijnlijk gaat ze zich vervoegen bij de rechterlijke macht. Maar vandaag hebben we afgesproken welke tijdlijn wij gaan volgen om de mensen geïnstalleerd te krijgen. Om de Nationale Anticorruptiecommissie geïnstalleerd te krijgen. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de voorlichting, awareness over anticorruptie, het beleid dat gevoerd wordt. De wetgeving is belangrijk, maar ook bijvoorbeeld mensen, we praten over de whistleblowers, mensen die melding kunnen doen over corruptieve activiteiten, corruptieve praktijken. Corruptiebestrijding, sowieso wanneer zaken voorgebracht moeten worden, heb je het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie wordt ondersteund door een team dat ze in place hebben daarvoor. Maar daarnaast is het, er zijn verdragen. We zijn lid bij het OAS-verdrag. We zijn ook lid bij het verdrag van de UN over corruptiebestrijding. Dus het raamwerk is er. De politie doet haar werk. Het Openbaar Ministerie trekt dat. Maar verder is het ook belangrijk wat de ministeries doen. Wat gebeurt er op de ministeries? En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.